Het mooie, ze zegt een halve ronde. Ze gaat een hele ronde gaat ze lopen nu. Die mensen zijn zo al back af voordat ze überhaupt beginnen aan oefeningen. Vandaag doe ik een 100 dagen 100 squats. Want ik ben vandaag bootcamp trainer. Jij bent bootcamp trainster. Yes, klopt. Wat houdt dat precies in? Wij sporten veel buiten. We zetten mensen aan het werk. Je maakt de combinatie tussen cardio, functioneel trainen, krachttrainen. Je bent lekker in een groep, je werkt samen. Hey, wat gaan wij precies doen vandaag? We starten zo dadelijk met een personal training en daarna gaan we naar een groep. Bootcamp ook lekker buiten. En jij mag daar de warming-up gaan doen. Van de groep mag ik de warming-up doen? Yes, gaan we doen. Lonneke, niet te diep zakken in je heupen. Blijf die plank houden. Het is nog best wel zwaar dit, hoor. Ik heb een zweetjes nog. Mag ook wel. Ja, dat is ook zo. Zomer komt eraan. Denk je naar al deze oefeningen zelf? Ja, wel in de combinaties daarvan, maar ja. Dit zijn wel bestaande oefeningen. Dat is dan echt via een soort opleiding? Ik heb verschillende opleidingen gevolgd. Ik heb SEALS gedaan, verschillende personal training en bootcamp trainen opleiding. Iemand gezien. Hoe lang ben je al personal trainer? Dit doe ik nu 7 jaar. Want bootcamp is iets van het laatste jaar, zei jij, hè? Ja, dat is ook wel een jaartje of 7, 8. Oh, ja. Je traint even de best. Adem en neus in, mond uit. Laatste ronde, mouwtje, klein bus. Mijn neus in, mond uit. Ik voel mijn neus in mijn mond niet meer. In 2. Wat is het leukste wat je ooit hebt bereikt? Ik heb één man, die kwam vorig jaar bij me. Die had een grauwe kleur. Die zegt, ja, ik moet gewoon nu wat gaan doen. En als je hem nu ziet, hij heeft een marathon gelopen. Dat geeft voldoening. Ik ben gebroken. Ik moet zelf nog een les geven zo. Oké, nou Lonneke, we zijn hier in Loenen. We gaan vandaag de groepstraining doen en jij mag de warming-up geven. We hebben al van shirt gewisseld, hè? Mooi, bootcamp club. Dat is official. Yes, let's go. Beginnen, yes. Hey, wat ik wil doen als opwarming is eerst dat we even een halve ronde gaan rennen. Ik ren met jullie mee. Het mooie is, ze zegt een halve ronde. Ze gaat een hele ronde gaat ze lopen nu. Die mensen zijn zo al back af voordat ze überhaupt beginnen aan de oefeningen. Oké, let's go. Squats. Goed, Linda. Netjes en dan nou de jumping jacks. Dan vol. En 1. Netjes. Hey Lon, goed gedaan. Vond het leuk? Vond je het zelf ook leuk? Ik vond het leuk. Ik denk dat ik het lastigste vond, omdat je bent zelf buiten adem en dan moet je nog ja. Door. Maar dat went. Als je het vaker doet, ben je eraan, wordt het makkelijk. Ja. Maar dat is met alles. Ja. Toch? Een beetje een droog bek. Water. Water. Nou, Linda die is nog even bezig met de les. Ik was best wel buiten adem. Maar je moet als sportlerares natuurlijk heel sportief zijn. Een goed uithoudingsvermogen hebben. Linda heeft natuurlijk ook die sportopleiding gedaan. Dat is ook belangrijk. Daar moet je gewoon van mensen houden. En goed kunnen plannen.